Hoi en welkom bij een nieuwe video van Your Academy. Vandaag ga ik een review doen over deze microfoon, de Divine Pro USB 1. In de unboxing vertelde ik dat deze microfoon een stevig uiterlijk had. Nu gaan we kijken of deze microfoon goed geluid heeft. Als eerste gaan we testen op een Mac. Ik zie jullie zo weer terug. Hoi, welkom terug. Dit is het geluid van mijn microfoon op mijn Mac. Hopelijk werkt hij ook op PC. Ik heb in een review gelezen dat hij waarschijnlijk niet op Windows 8 werkt. Dat kan ik jammer genoeg niet testen. Want ik heb alleen maar een Windows 7 PC en geen Windows 8 PC. Dus dat is jammer. Wat ook raar is dat mijn microfoon het geluid rechts veel beter op lijkt te vangen dan links. Maar dan moet je gewoon mono opnemen en dan is dat opgelost. Nu ga ik hem testen op mijn PC. Dat horen jullie niet. En dat is jammer, want ik heb geen opnameprogramma voor mijn PC. Dus jullie horen wel van me als ik klaar ben met testen. Hoi, welkom terug. Ik heb deze microfoon getest op mijn PC. En hij werkt ongeveer even goed als op de Mac. Dus dat is fijn. Nu even waarom ik deze microfoon heb gekocht. Dat heb ik gedaan omdat ik de reviews heb gelezen die er waren. En die waren positief. De meeste mensen gaven 5 sterren. Er stond wel bij één review dat er geen website te vinden is van Divine. Dat is wel heel vreemd. Want de meeste bedrijven zoals Rode hebben dat wel. En nog een reden dat deze microfoon heb gekocht is omdat je hem gelijk kan aansluiten met USB. Dus je hoeft er geen batterij in te doen. Dat is de reden dat ik hem heb gekocht en gelukkig is het geluid ook goed. Bedankt dat je keek naar deze review en tot de volgende keer.